Ik heb toch ook wel dingetjes met de dood. Dat vind ik moeilijk. Ik heb veel nagedacht over de dood. En uiteindelijk houdt dat ook jezelf tegen om, ja, om het leven vol aan te gaan. En psychica heeft daar een hele zwarte laag afgehaald voor mij. En ja, dat is echt wel het grootste wat ik heb meegemaakt. Maar ik heb ook kleine dingetjes meegemaakt. Maar die zijn dan meer richting coaches gegaan, meer richting cliënten. Nou, kijk, als je heel erg bang bent voor de dood, of er te veel mee bezig bent, dan remt het je wel echt in je besluitvorming. Je wordt automatisch wat angstiger om bepaalde keuzes te maken, dus uit je comfortzone te gaan. En er zijn allerlei manieren om uit je comfortzone te gaan. En die ben ik ook allemaal aangegaan. Maar psychica hoorde daar ook heel erg bij. Die heeft daar ook echt een schop onder mijn kont gegeven. Of in ieder geval bewustzijn gegeven om anders over dingen na te denken. Verdieping, verheldering ja, waar gaat het nou eigenlijk over? En blijkt heel veel een illusie te zijn. Het leven is een illusie, en dus de dood ook. Dat is, ik ben betere keuzes gaan maken voor mezelf. Dus ja, dan kom je automatisch lekkerder in je vel te zitten. En dan ga je het leven meer aan. Zo werkt het voor mij. Ik heb de basis gedaan en de master. En nu de advanced gedaan. Wat de advanced heeft toegevoegd is eigenlijk nog meer verdieping en dus eigenlijk nog meer bewustzijn gekregen in het geheel. Dus ik vind het wel echt een toegevoegde waarde. De balansen worden ook wat zwaarder, dus je gaat wat echt letterlijk meer de diepte in. Ik vind het een super mooie opstap naar nog meer eigenlijk. Dus het is meer dan een opwarmertje, het is ook echt verdieping. Met hele mooie balansen op relaties, dus in relatie met mensen die je kent. Maar ook met relaties, in relatie tot de dood bijvoorbeeld, of in relatie tot pijn. We hebben een balans gedaan op mijn schouderpijn. En ja, ik geloof het of niet, maar binnen een dag gaat het echt al een heel stuk beter. Dus er is verlichting, meteen. En het bijzondere is dat je 15 jaar fysiotherapeut bent en mensen helpt op het fysieke vlak. Dus je gaat sleutelen aan een nek of aan een schouder. En dat is allemaal super gaaf, maar ja, waar het dan toch vaak aan schort is dat het blijvend wegblijft, hè, die pijn. En met psychica is echt, dan leg je echt het fundament van een langdurige verbetering, dus duurzaam. En dat vind ik echt het grote verschil. En dat komt ook heel erg tot uiting in de advanced, vind ik. Ja. Zeer zeker. Ja, de advanced vind ik iets wat je. Kijk, de basis is super mooi, maar de advanced is zoveel rijker en zoveel meer. Die verdieping is echt wel. Ja, ik vind het bijna nodig, noodzakelijk om die advanced ook te doen. Ja.